het bent allemaal dames, inderdaad. Ja, op één heer nou, maar die is nog niet in beeld, dat komt straks. Inderdaad, het Bosbad in Vlette, daar ben ik. Nee, ik geef niet het stadzijn voor de zwemvierdaagse. Dat is Dini hier naast mij. Dini, maar eigenlijk was het gisteren al, hè, de opening van de zwemvierdaagse. Gisteravond om 7:00 heeft onze wijkagent Kevin van der Waard het startschot gegeven. Oh, een wijkagent? Waarom een wijkagent? Nou, dat vonden we wel spannend. Ja. Ik denk, die heeft een pistool, dus ja. Die kan schieten. Oh, op zo'n manier? Ja. Ja, oh, dat, ja, die combinatie had ik nog even niet bedacht. Ja. Maar inderdaad, en hebben we dat ook inderdaad dan? Ja, maar niet met zijn eigen pistool. Nee. Oké. Dini, maar je hebt nou ook zo'n prachtige luchthoorn in hand. Ja. Soms moet je met water in sturen, dan vies het misschien ja. Nog koud met de lijkt weer. Me goed. Ja? Nou, dames, let op. Doe maar. Ja, kijk. En daar gaat ze. Ja, ja, doe maar. Ja, nog één, er komt een baby naar, maar dat, kijk, ja, dat is helemaal goed. Maar Dini, vertel even, zwemvierdaagse, want gisteren dus al begon. Is het dan dag 2 of is het vandaag officieel de eerste dag? Nee, we beginnen altijd op maandagavond 7:00. Dan hebben ze 5 dagen de tijd om een dag speling om 4 dagen vol te maken. Ja, ja. En hoe zijn moeten ze nou zwemmen dan? Kinderen zwemmen 250 meter en de volwassenen, dus vanaf 12, ja volwassenen, vanaf lagere school ja. Tot zover als het kan. Hebben we 500 of 1000. Daar maar, mogen ze voor kiezen. En wie houdt dat dan bij? Het badpersoneel. O ja, toch waar? Ja, die staan s'avonds hier aan de kant met de elastiekjes. Dat er niet gesmokkeld wordt, nee, zeg maar zeggen. Dat mag niet gesmokkeld worden. Nee, nee oké. Okay. Maar het is nou, zeg maar, goed 10:00 's morgens. Is dat dan de hele dag deur? Mag ze komen wanneer ze wil? Hoe werkt dat? We hebben op de morgen tussen 10 en 12 zwemvierdaagse tijden. Ja. En s'avonds tussen 7 en 8:30. Oké. Okay. En aan het einde, hè, de 4e dag, en iedereen heeft het volbracht. Tenminste, ik ga ervan uit dat iedereen het haalt. Ja. Is er dan ook iets, een moment met bloemen en medailles en zo? Ja, de vrijdagavond, als dan het eindschot geweest is, ja. Dan krijgt iedereen zijn medaille. Oké. Okay. Ja. Nou is er één, hè, want ik zeg, dit zijn allemaal dames dan, die hebben net het water in sprongen. Er is maar één heer bij, hè? Ja, er is één heer bij. Ja, er zijn wel meer mannen die mee zwemmen, ja. Maar er is één meneer bij, dat is de heer Wim Lok. Ja. En die doet voor de 43e keer mee. Nou ja. En dat is degene die het langste meedoet bij ons. En die ziet hij van mij achter de trap hier. Ja. Wacht, dan loop ik door even heen. Want die is nou net klaar om in het water te springen. Goedemorgen, Wim Lok. Goedemorgen. Hoor ik nou net dat je voor de 43e keer mee aan doet? Ja, ik doe er voor de 43e keer mee. Ja. Onafgebroken. Je hebt ook al 42 medailles dus? Ik heb 42 medailles in huis hangen, ja. Een heel bord vol. Ja. Waarom doe je dit? Wat is hier zo mooi aan? Nou, ik vind het hartstikke leuk. En ook voor je conditie, hè. Ik ben 77, dus ja. Op een gegeven moment moet je wel even aan je conditie blijven werken. Maar de eerste keer waar je nog maar begon dadig, zeg maar, een jong kerel. Ja, ik ben in 1974 ben ik hier in Vledder komen wonen. Ja. En ik kon heel goed zwemmen, maar ik had geen diploma's. Dus toen in 1975, het jaar erop, toen ben ik op zwemles gegaan bij Roel Hedder, sympathieke badmeester hier in Vledder toen de tijd. Ja, ja. En toen heb ik in 1 seizoen 3 diploma's gehaald, A, B en C, achter elkaar. Ja, ja. Ja, een paar maanden tijd, alle 3 diploma's. Dus je had hem al aanleg, zeg maar. Ja, ik had wel aanleg, ja. Ja, ja, ja. En toen een jaar erop ben ik begonnen met de zwemvierdaagse. Dus dat was in 76 dan, hè, als ik even goed tel. Hè. Maar je had ook nog zwemactiviteit nou, behalve dan de vierdaagse? Ja, in Zwinter zwem ik ook, maar dan in overdekzwembad in Steenwijk. Dus, zwemmen is voor mij eigenlijk wel een hobby. Dat vind ik het wel, wel mooi. Dus je kijkt daar weer een hele positie naar, naar dit fenomeen, de zwemvierdaagse in Bosbad van Vledder. En dan hoop ik altijd dat het een beetje goed weer is, alles. Want, ja. dat wil ik maar weet je wat het is? Ik bedoel, qua conditie is geen probleem. Maar de kou, hè, gaat een beetje rol spelen. Ja. Maar goed, je hebt net wat gezegd, het is goed voor de conditie. En ik neem aan dat dat water zelf wel lekker warm is. Jawel, alleen als het op een gegeven moment buiten 15 graden is, joh, dan staat de bibber en dan is het een beetje aan de koude kant. Ja, hè? Ik snap het. Maar goed. Nou, goed, dus, maar je staat nog niet te bibben, Wim. Ik ben helemaal klaar voor. Ik ga weer aan de gang. Dus, en hoeveel ja, wat was de afstand er weer waar je zwemmen moet? 20 baantjes zwem je dus, dat is 500 meter, hè? Ja, precies. Ja, het is een kut bad. 25 meter bad, hè? Je houdt zelf de tel bij? Ik hou zelf de tel bij. Ja, nee, dat komt goed, hoor. We gaan niet smokkelen. Wim, veel plezier. Ja, dankjewel. Doe je best en op naar de 43e medaille. Zo gaan we doen, hè? Oké, hè? Succes. Jo, dankjewel.